Van harte welkom allemaal bij deze gratis meditatieserie. Mijn naam is Sabine Hess en ik vind het ontzettend leuk om dit te doen, om jou een stap verder te helpen op jouw levensweg. Mediteren heeft mij altijd heel erg geholpen om me weer af te stemmen op wie ik werkelijk ben, op mijn intuïtie te vertrouwen en mijn blokkades op te lossen. Ik hoop dat jullie allemaal zo weer binnenkomen. Het is 8 uur. Ik zal zelf ook even weer een chatbericht sturen, want dat moet, anders kan ik jullie niet lezen. Dus zet even in de chat hallo of je me hoort en of je me ziet. En dan gaan we zo dadelijk van start. Dus laat even weten dat je er bent. In de tijd dat iedereen binnenkomt, stel ik mezelf nog even heel kort voor. Mijn naam is Sabine Hess. Ik werk al sinds 2015 als spiritueel trainer en life coach. En ik ben expert in de wet van aantrekkingskracht. Ik heb een boek geschreven, een bestseller inmiddels. Anders denken, anders voelen, anders doen. En wat gaan we vanavond doen? Ik trek strakjes een kaart uit mijn Kiba kaartenset. En dat wordt het thema van vanavond. En daarna ga ik jullie vragen eerst beantwoorden. Dat doen we tot 8:30. En dan van 8:30 tot 9 is de meditatie. Nou, ik zie dat er al mensen binnenkomen. Hartstikke leuk. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je een duim omhoog doet en dit bericht wilt delen. Want ik geloof er echt in dat als we met z'n allen een veld gaan neerzetten met een hoge trillingsfrequentie, dat we heel veel positiviteit de wereld insturen. En dat heeft iedereen heel hard nodig. Ik merk ook juist nu dat iedereen zit een beetje te wachten op zo'n tweede golf van corona. Heel veel mensen zetten toch hun leven on hold. En ik wil je uitnodigen om toch vooral naar je hart te blijven luisteren. Gewoon je gezonde verstand gebruiken. Maar ga ook gewoon door. Zet elke dag die grootst mogelijke kleine stap op weg naar jouw droom. En laat je niet beïnvloeden door wat er in de buitenwereld om je heen gebeurt. Nou, dat is ook de reden waarom ik deze meditatiesessie geef. Omdat ik jou graag wil inspireren en motiveren om dat te doen. En mij helpen meditatie en prayers heel erg om bij mezelf te blijven. Bij mijn kern te blijven. Het is namelijk heel gemakkelijk om je af te laten leiden door de waan van de dag. Dat doe ik ook. Ik zit er soms ook uit. Het gaat er eigenlijk ook niet om dat je eruit gaat, maar hoe snel je weer afgestemd bent op wie je werkelijk bent. En dat je het ook herkent. Vooral veel hooggevoelige mensen, die laten zich gemakkelijk meeslepen door alle energieën en gevoelens van anderen. En juist nu is het belangrijk om echt contact te houden met jezelf. Nou, ik zie dat er al heel veel mensen binnenkomen. Hartstikke leuk. Hoi allemaal. Ik stel voor dat je strakjes ook je vraag in de chat zet. Ik trek voor iedereen, of nee, niet voor iedereen. Ik trek voor 3 mensen die een vraag stellen een kaartje. En ik beantwoord je vraag persoonlijk. En het leukste is als je een vraag stelt. Want dan kan ik veel gerichter een antwoord geven. Als je alleen maar in de chat zet, trek een kaartje voor me. Dan krijg je ook een wat algemene antwoord. En welke vragen kun je stellen? Nou, bijvoorbeeld, wat zou mijn grootst mogelijke kleine stap naar mijn doel kunnen zijn? Welke blokkades, welke onzekerheden of angsten kom je tegen? Hoe maak ik de juiste keuze? Nou, dat soort vragen kun je allemaal stellen. Dus wat is je wens? Wat zou je graag willen? En waar stroomt de levensenergie nog niet? Dan kan ik je daar vanavond een antwoord op geven. Nou, hartstikke leuk. Ik ga gewoon beginnen met het trekken van een kaart uit mijn Kiba kaartenset. En dat wordt het thema van vanavond. En ondertussen kunnen jullie je vragen stellen in de chat. En dan ga ik er straks naar kijken en die met een kaart voor jou beantwoorden. De Kiba kaartenset is een hele leuke set. Op elke kaart staat een hele mooie natuurfoto. En op de andere kant staat een inspirerende spreuk en een vraag. Vragen zetten de poort naar je intuïtie wijd open.
En je zult merken dat als je elke dag een kaartje trekt en je zet dat bijvoorbeeld als intentie voor de dag neer, ja, laat je maar verrassen wat er dan gebeurt. Nou, leuk. Ik zie ondertussen ook allemaal vragen binnenkomen. Hartstikke leuk. Ik ga me even afstemmen op jullie als groep. De energie van de groep. En daar trek ik een kaart voor. En dat wordt het thema van vanavond. Okay. En de kaart is deze. En dat is wel heel grappig. Ik dacht daar vanavond nog aan. Ik dacht, oh, ik ben benieuwd of ik die weer krijg. Het is Kiba moment nummer 9. Vergeven betekent dat je bereid bent je pijn los te laten. En dit is een heftig onderwerp. Ik heb hem wel vaker gehad in sessies zoals deze. En ik ga er straks iets over vertellen. En de vraag die erbij hoort is deze. En misschien kun je die voor jezelf beantwoorden en hij komt ook in de meditatie terug. Welke pijn mag jij nu loslaten? En welke kracht komt dan tevoorschijn? Vergeven is een beladen onderwerp. Want hoe vergeef je iemand die iets onvergeeflijks heeft gedaan? En ik spreek ook liever van verzoening dan van vergeven. Omdat vergeven vaak nog een te grote stap is. En het is ook belangrijk bij vergeven dat je onderscheid maakt tussen de persoon die iets doet en het gedrag zelf. En want dat gedrag zelf, dat heeft ook altijd weer een dieper liggende oorzaak. Ik werk heel graag met opstellingen, familieopstellingen, loopbaanopstellingen. Ik begeleid opstellingen intuïtief en holistisch. En er is altijd een goede reden voor iemand zijn gedrag, ook al is het gedrag onvergeeflijk. Wat in opstellingen, wat ik heel vaak zie, is dat op het moment dat je weet waar de werkelijke oorzaak van het gedrag is, dat er een aanvaarding komt. En dat is nog net even iets anders dan vergeven. Want zelf ben ik van mening dat je gedrag van de ander niet hoeft te vergeven. Wat heel belangrijk is, is dat jij bereid bent de pijn te accepteren die de ander jou heeft aangedaan. En dat te aanvaarden zoals het is. Want wat gebeurt er meestal? Ik snap vergeven wel. Maar wat er gebeurt is dat als jij maar wrok blijft koesteren, haat blijft koesteren naar die ander, dan blijf je in het verleden hangen. En dan geef je eigenlijk je kracht weg aan de ander, terwijl die ander daar waarschijnlijk helemaal geen last van heeft. Ik las een keer een stukje en die zei van, haat is hetzelfde als wensen dat de ander dood is en dan zelf een gifbeker drinken en dan verwachten dat die ander dus doodgaat. Dus haat, wrok, woede, als je dat lang volhoudt, dan verlaag je eigenlijk daarmee alleen maar je eigen trillingsfrequentie. En ben jij eigenlijk degene die daar last van heeft, plus dat je in de slachtofferrol terechtkomt. Omdat je dus vergeving van de ander nodig hebt om verder te kunnen. En natuurlijk is het heel fijn als de ander sorry zegt. Absoluut, dat is absoluut helend. Maar dat is lang niet altijd het geval. En dan is verzoening een veel mooiere stap. Want dan ga je aanvaarden dat wat de ander jou heeft aangedaan, jou heel veel heeft gekost. Jou heel veel pijn heeft gedaan. En het is, hoe gek het ook klinkt, het is gemakkelijker om boos te zijn op de ander en van de ander vergeving te eisen, dan de pijn en het verdriet voelen wat de ander jou heeft aangedaan. Want ook onder woede en haat zit natuurlijk pijn en verdriet. En we hebben een natuurlijk mechanisme dat we toe willen naar geluk en weg willen van pijn. Dus die diepe pijn, daar ga je van weg door boosheid, wrok, haat
en je aandacht naar buiten te richten. Want op het moment dat jij je aandacht naar buiten richt, hoef je dus je eigen pijn niet meer te voelen. Dus het is eigenlijk een afleidingsmanoeuvre. Door, en dat zie ik dus echt juist in opstellingen gebeuren, door te aanvaarden wat is, niet meer te hopen, te verwachten dat de ander sorry zegt of dat de ander verandert en daar de volle pijn voor nemen, dan sta je weer in je kracht. Dan maak je niet meer afhankelijk van de ander, ben je geen slachtoffer meer en maak je ook niet meer afhankelijk van de situatie. En dan kun je juist verder. En dus de stap welke pijn mag jij nu loslaten als vraag op dit kaartje is eigenlijk zelfs nog een stapje te ver. Welke pijn heb je eerst toe te laten? Want op het moment dat je die pijn toelaat, ben je vrij van de ander en kun je verder. Het klinkt heel paradoxaal. Als het nog wat snel gaat of luister dit nog een keer. Want hier zit echt een hele belangrijke sleutel om de hoop op te geven van een beter verleden. Want dat is wat je doet als je met het verleden en met anderen bezighoudt. Richt je op jezelf, neem de pijn die het jou heeft gekost. Vaak hoort daar rouw en verdriet en woede bij. Dat is helemaal oké, maar laat het bij jezelf. En dan kun je ook de vraag stellen, nou, welke kracht komt dan tevoorschijn? Is er één? Maar ook, wat heb ik ervan geleerd? Wat heeft het me gebracht? Want je bent niet ondanks je verleden geworden wie je bent, maar juist dankzij je verleden. Dus zo kun je het voor jezelf wat gaan omdenken, herkaderen. Wat heeft het mij gebracht? Welke kracht zit eronder? En hoe ga ik die nu de rest van mijn leven voor mezelf gebruiken? Want eigenlijk geef jij een stukje van jezelf weg als jij vast blijft zitten in het verleden. Dus ga eerst verzoenen en wie weet is vergeven dan mogelijk. In opstellingen zie ik wel, omdat je dan het gedrag en de persoon scheidt en ook waar de goede reden waar het vandaan komt, dat het dan wel makkelijker is om te vergeven. Maar je vergeeft dan de persoon en niet het gedrag. En je vergeeft de persoon dat hij een goede reden had, maar het gedrag zelf kan natuurlijk onacceptabel zijn. Wat in heel veel gevallen ook gewoon zo is. Nou, dit was het onderwerp voor vanavond. De meditatie gaat ook over dit thema. In de meditatie zal ik wel even kijken hoe we dat gaan doen. En dan ga ik nu eerst naar jullie vragen kijken. Want ik zag dat er al ondertussen heel wat vragen voorbij kwamen. Dus dat is hartstikke leuk. En ik begin ook bij gewoon van boven naar beneden. Ik weet niet precies hoe ik jouw naam uitspreek. Naya, Nelja, ik weet het niet helemaal precies. Maar ik denk dat je jezelf wel herkent. En jouw vraag is, wat blokkeert mij nog? Dus wat blokkeert jou? En ik neem aan om dat de vraag gaat over jouw levenspad of een keuze die je wilt maken die wat meer bij je hart past. En dat je dat nog moeilijk vindt. En wat ik jou in ieder geval vast kan aangeven, nou ja, dat geldt voor iedereen. Dat is ook het leuke van deze vragen, want iedereen herkent zich hier natuurlijk in. Soms is het moeilijk om blokkades te overwinnen. Soms word je tegengehouden omdat de consequenties nog te groot zijn. Ook dat is een hele mooie systemische vraag. Als jij nog niet je levenspad loopt en je hebt nog blokkades, dan kan het ook zo zijn dat op dit moment de consequenties nog te groot zijn. Ik had vorige week een cursist in een opstelling en die heeft een jong gezin, jonge kinderen bedoel ik daarmee. En een man met een psychische stoornis en het is voor haar echt heel erg zwaar om daarbij te blijven. Maar de stap om van hem te scheiden, ook al weet ze in haar hart dat hij het beste is, die is nu nog te groot, omdat ze nog niet een goed vangnet heeft voor haar kinderen. En dat kwam zo mooi in de opstelling terug. En dat raakte haar zo. Ze snapte zo goed van, ja, daarom zit ik nu nog vast. De consequenties zijn nu nog te groot. En het mooie is dat er dan ook een soort ontspanning kan optreden.
Ja, hè, want je voelt wel dat je weg moet, maar je kunt het niet. Dus dan kom je in zo'n strijd terecht. En door even die adempauze te nemen. Oh ja, de consequenties zijn nu nog te groot. Dan geef je jezelf ook tijd om langzaam naar die stap te groeien die nodig is om uiteindelijk je hart te volgen. Dus dat, Nesla, wil ik jou ook en alle anderen alvast meegeven als het gaat om blokkades. En dan specifiek voor jou, Nesla. En de kaart die ik voor jou trek is deze. En het is Kieperkaart nummer 1. De wet van aantrekkingskrachten werkt altijd en heeft geen oordeel. En de vraag die erbij hoort is: welke positieve gedachten kun jij nu denken over de situatie waarin jij je nu bevindt? En dat is wel een hele mooie, want we zijn ook geneigd als het gaat over wat blokkeert mij, dat je heel erg richt op alles wat niet lukt. Al je zorgen, je twijfels, de onmogelijkheden. En de wet van aantrekkingskracht heeft geen oordeel. Dus hoe meer jij in onmogelijkheden denkt, hoe meer je trillingsfrequentie verlaagt. En dan vind je dus ook nooit een uitweg. De enige manier om uit je situatie te komen en je blokkades op te lossen, is je trillingsfrequentie te verhogen. Hogere trillingen beschermen je altijd voor lagere trillingen. En als je in een hogere trillingsfrequentie zit, ga je ook meer hoge trillingen aantrekken. En hoge trillingen hebben altijd te maken met vreugde, liefde, tevredenheid, dankbaarheid, plezier, energie en dat soort dingen. Dus op het moment dat je aandacht richt op de onmogelijkheden en wat je niet kunt en de wanhoop eigenlijk van de blokkade, daar kom je niet verder mee. Waar je wel mee verder komt, is jezelf af te vragen: welke positieve gedachten kan ik nu denken over de situatie waarin ik me nu bevind? Of waar ben ik nu toch al dankbaar voor? Want dan gaat langzaam je trillingsfrequentie omhoog, zonder dat er direct iets aan de situatie verandert. Want dat is soms gewoon, we leven nou eenmaal in een driedimensionale wereld. Het is niet patsboem in één keer opgelost. Het heeft soms ook even tijd en ruimte nodig. En soms is dat heel snel en soms duurt dat wat langer. Dus richt je aandacht op de positieve dingen die nu in je situatie zijn. En stel jezelf de vraag: welke positieve gedachten kan ik nu denken? Welke kwaliteiten heb ik? Hoe wordt het beter dan dit? Wat is nog meer mogelijk? Door dat soort vragen ga je creatieve denkproces activeren, je trillingsfrequentie verhogen en dan komen de mogelijkheden naar je toe en lossen blokkades ook heel vaak op. Nou Nesja, ik hoop dat dat een beetje een richting geeft hoe je met je blokkades om kan gaan. Even kijken. Katie zegt: hoe kun je weten wat je wilt als je geen contact hebt met jezelf? Nee, dat weet je dan niet, Katie. Heel simpel, want ik ben zelf burn-out geweest. En had ik dus helemaal geen contact met mezelf. En hoe kwam dat? Dat was als kind, pas toen ik burn-out was, ben ik erachter gekomen dat ik hoogsensitief ben, meer begaafd, een beelddenker. Maar als kind, toen was het ook helemaal niet bekend. Dat soort dingen, daar werd helemaal niet over gesproken. En als kind dacht ik niet, ik ben bijzonder. Als kind dacht ik ben raar. En wat ik toen ben gaan doen, is me aanpassen aan anderen. In de omgeving kijken, wat is dan normaal? En daar mijn best voor doen om me zo te gedragen en om zo te zijn. En daardoor raakte ik wel steeds verder van mezelf verwijderd. Ik was 32 toen ik een burn-out kreeg. En ik had een goede baan, een auto van de zaak, een huis. Dus aan de buitenkant leek alles op orde. Van binnen was ik helemaal leeg. Omdat ik had me aangepast aan de buitenwereld waarvan ik dacht dat normaal was. Dus van buiten leek ik geslaagd. Maar van binnen voelde dat helemaal niet zo. En juist die burn-out is voor mij ook een wake-up call geweest. Omdat ik dus me altijd heb aangepast aan de verwachtingen van de maatschappij, aan de verwachtingen van de ander. Was die burn-out een wake-up call, omdat ik daardoor weer op zoek ging naar mezelf.
Toen ben ik de vragen gaan stellen: waarom ben ik hier? Wie ben ik? Wat wil ik? Dus die drie belangrijke vragen die ik had, daar ben ik naar op zoek gegaan. En dat heeft me dus uiteindelijk heel veel gebracht tot waar ik nu ben. En nu deel ik mijn antwoorden met jullie. Dus ik ben er ook wel heel dankbaar voor dat is gebeurd. Maar als je geen contact hebt met jezelf, dan weet je ook niet wat je wilt. Omdat je dan altijd reageert op wat de buitenwereld van jou verwacht. Dus, Katie, ga ik even voelen welke vraag voor jou handig is. Hoe durf je weer te vertrouwen op jezelf? En ik laat de kaart wel even beslissen. En hoe durf je eigenlijk nee te zeggen tegen de ander en ja tegen jezelf? En dat is een proces. Dat gaat echt niet van de een op de andere dag. Nou, dat is wel heel bijzonder. Ik heb deze kaart getrokken. Het is Kiba moment 23. En ook die heeft met vergeven te maken, Katie. Vergeven doe je niet omdat de ander dat verdient, maar omdat je van jezelf houdt. Eigenlijk lijkt hij dus heel erg op kaart nummer 9. Dus als jij... Het gaat erom dat je leert van jezelf te houden. En vergeef jezelf voor alle keren dat jij je hebt laten leiden door de buitenwereld. Als kind is dat misschien een overlevingsmechanisme geweest die je ook heel hard nodig had. Maar nu ben je volwassen en nu ben je echt vrij om je eigen pad te lopen. En nou, waarschijnlijk moeten er nog wel wat koorden doorgesneden worden. Dat werkt heel goed in meditatie, met opstellingen. En ga je verzoenen met het verleden. En de vraag die op deze kaart staat, lijkt ook wel een beetje op kaart nummer 9. Welke kracht heeft de ander in jou wakker gemaakt die jou helpt om je volle potentieel te leven? Dus doe het stap voor stap, Katie. Ga van jezelf houden om wie je bent. En schrijf elke dag iets op wat goed aan jezelf is. Waar je van houdt, wat een kwaliteit is. Om zo langzaam ook jouw trillingsfrequentie te verhogen. En verzoen je met het verleden en ga nu je eigen weg. Nou, Katie, laat me even weten of je hier wat mee kunt. Even zien, hoe laat is het nu? Ja, ik kan nog. Maurice vraagt, leuk Maurice dat je er bent. Hoe zet je een boodschap in het morfogenetisch veld? En hoe sta je open om het antwoord te ontvangen? Nou, dat eerste is niet zo ingewikkeld, Maurice. Dat is je intentie uitspreken en doe dat met je hart. Het gaat er, ik heb vaker die uitspraak, hè? Zorg voor zielsintenties. Laat je niet leiden door ego-intenties. Ego-intenties voelen vaak wat zwaarder. Er zit vaak een moeten aan. Je wilt je daarmee bewijzen naar de buitenwereld. Dat zijn ego-intenties. Dus de eerste belangrijke stap is een zielsintentie zetten. En die voelt altijd licht. En daar krijg je altijd energie van. Word je altijd blij van. Ook al weet je nog niet hoe je het moet doen. Een ego-intentie, als je dan niet weet hoe je het moet doen, dan kan je ook een beetje in paniek raken. Een zielsintentie geeft je eigenlijk alleen maar energie. Dus dat is de eerste. Zorg ervoor dat je een zielsintentie zet. En daar word je altijd blij van. Dat is een heel belangrijk kenmerk. En dan wens je dat vanuit je hart. En dat niet alleen. Voel ook het gevoel wat je zou hebben of zal hebben als jouw intentie is gehaald. Dus maak contact met de blijheid, de vreugde, het plezier. De vrede, de zelfstandigheid, maakt niet uit. Voel het gevoel wat jij gaat hebben als jouw intentie uit is gekomen. Dat is dan de volgende. En de tweede is voel dankbaarheid. Want op het moment dat je dankbaarheid ervaart, sta je ook weer open om het antwoord te ontvangen. En natuurlijk heb je ook blokkades op ontvangen. Ik kan in een paar minuten natuurlijk niet dat hele... Dat allemaal oplossen.
Ik ga een kaartje trekken op ontvangen. Want de eerste deel van je vraag is nu wel beantwoord. Ik ga trouwens in oktober ook weer de online training, de wet van aantrekkingskracht in de praktijk starten. Daar krijgen jullie nog wel bericht over. Het is een 7-weekse training waar we dit allemaal gaan behandelen. En Maurice, ik ga voor jou een kaartje trekken met wat jou helpt te ontvangen. En ik trek voor jou deze kaart, Maurice. Het is Kiba moment 37. En daar staat op, maak je onafhankelijk van kritiek en waardering. En dit is een van mijn favoriete Kiba momenten. Want het is heel belangrijk als jij je hart volgt dat je je onafhankelijk maakt van kritiek. Het betekent niet dat kritiek geen pijn meer doet. Dat is onmogelijk. Maar ja, laat me zeggen, kritiek doet mij pijn. Ik kan mij daar niet voor afsluiten. Maar ik kan me er wel onafhankelijk van maken. Dat ik ondanks de kritiek wel mijn hart blijf volgen. En dezelfde valkuil is voor waardering. Waardering is natuurlijk de leuke kant. Maar als jij je afhankelijk maakt van waardering, ben je nog steeds gevangen in de mening van de ander. En de vraag, Maurice, is deze. Welke keuze zou jij nu maken als je niet meer luistert naar de mening van de ander? En als je dat doet, dan sta je ook, hè, dit is het antwoord op jouw vraag, hoe sta ik open om het antwoord te ontvangen, is je dus losmaken van je ego, losmaken van kritiek, loslaten van waardering, dan sta je open om het echte antwoord te ontvangen. Ik ga nog één vraag beantwoorden. En Desiree ga ik antwoord op geven, ga ik een kaartje voor trekken. Ik ga er niet meer heel uitgebreid om in, Desiree, want het is al de vierde vraag, dus je hebt geluk. Jouw vraag is, hoe kun je zonder jezelf geweld aan te doen, toch met je familie contact houden? Nou, Desiree, dat ligt eraan. Dat ligt er wel aan. Het contact met je familie mag nooit ten koste gaan van jezelf. Want anders is het toch goed om in de bovenstroom het contact een tijdje te verbreken. Alleen doe je dat uit wrok, uit haat of uit de wens dat zij jou tegemoet komen. Dat ze jou gaan begrijpen. Ja, dan zit je verstrikt. Dus het is wel heel erg belangrijk om verbonden te blijven. Je kunt niet uit je familie stappen. Dat is een illusie. Dat, systemisch gezien kan dat ook helemaal niet. Dus het gaat eigenlijk meer om de onderlaag verbonden blijven. In de bovenlaag kan het soms gewoon niet anders dan dat je het contact verbreekt. Omdat het ten koste gaat van jezelf. En dat mag nooit gebeuren. Maar doe dat in liefde. Dus ook al in opstellingen doe ik dat ook al. Het is zo mooi om je familie van herkomst achter je te voelen. En dat de kracht van jouw familiesysteem als het ware door jou heen stroomt. Want dat geeft je vleugels. En dan maakt het niet eens uit wat er allemaal is gebeurd. De goede en dingen hebben jou uiteindelijk ook gemaakt wie jij nu bent. En door dat te aanvaarden, nou ook nu weer de pijn te nemen van het gemis, want dat gaat het natuurlijk vaak om, kun je wel verder en wordt je familie van herkomst een krachtbron in plaats van een last of een lot. Dus dat is heel erg mooi. Dus maak even onderscheid tussen de bovenlaag, de bovenstroom en de onderstroom. En ik ga een kaartje voor jou trekken voor de onderstroom. Dus hoe kun je in verbinding blijven zonder wrok, zonder haat, zonder verwachtingen? En dat is een hele mooie, Desiree. Dus deze kaart is Kiba moment nummer 52. En op de kaart staat, laat jouw licht stralen, want daarvoor ben jij bedoeld. Ik ga nog even... Dus wat jij kan doen is op het moment dat je wel contact hebt met jouw familie, blijf bij jezelf. Pas je niet meer aan. Ook al vinden ze je raar, laat jouw licht stralen. En dan verspreid jij dat licht en daar kan je familie op resoneren of juist wat afweren. Maar blijf bij jezelf.
En de vraag is, waar ga je nu mee beginnen om jouw licht meer te laten stralen en te zijn wie je werkelijk bent? En bij mij komt nu een beeld op van de vuurtoren. Belangrijk is dat je alleen maar zendt. Dus je zendt licht uit en verwacht niets terug. Dat helpt jou om contact te hebben met je familie die geen interesse heeft in jou. Dus het enige wat je doet is zenden, net als de vuurtoren. Die straalt zijn licht uit, maar de boten die moeten zelf naar het licht varen. Dat doet de vuurtoren niet. De vuurtoren heeft geen magneet om die boten naar zich toe te trekken. Dus jij verspreidt het licht en anderen kunnen dan naar jou toe komen. Dus laat je familie naar jou komen in plaats van dat jij heel erg je best doet om naar hun toe te komen. Nou, Desiree, ik hoop dat dat een antwoord is op je vraag. Oké, het is 8:30. Mijn dochter was dit weekend jarig en we hebben het hele weekend bezoek gehad, omdat je door corona natuurlijk niet te veel mensen tegelijk mag doen. En vandaag zijn haar vriendinnen gekomen en volgens mij worden nu ook een paar opgehaald. Dus het kan zijn dat er wat lawaai straks is in de gang en op de achtergrond. Misschien een extra uitdaging om bij jezelf te blijven. Mijn yogalerares die zei eens, het is heel gemakkelijk om bij jezelf te zijn en je op jezelf af te stemmen als je op een berg in de Himalaya zit of op de Andes, ik noem maar wat. Eigenlijk is het een veel grotere kunst om in de cacophonie van het stadse leven, van de westerse wereld, om dan bij jezelf te blijven. Dus dat is de uitnodiging, dat als er bij mij geluiden zijn of er zijn bij jou geluiden, als je even wordt afgeleid, dat is dus helemaal niet erg. Dat is heel normaal. Je brein werkt nou eenmaal zo. Afleiding is niet erg. Als je maar weer zo snel mogelijk terugkomt bij jezelf. Dat is de echte uitdaging. Afleiden, daar kun je echt niks aan doen. Ons brein die is ook juist gericht op ongewone dingen om alert te zijn. Dat is nog een reflex wat stamt uit de oertijd. Dus je kunt daar echt niks aan doen. Het enige wat je kan doen is zo snel mogelijk weer terugkeren naar jezelf. Dus bij deze de uitnodiging. Als er lawaai op de achtergrond is, bij jou of bij mij, laat je even afleiden, wees mild, heb compassie. En keer met je aandacht terug naar binnen. En het gemakkelijkste is om dan te letten op je ademhaling. Dan haal je even diep adem. En bij de uitademing zak je weer in jezelf. Oké. Dan gaan we met de meditatie beginnen. Ga lekker zitten of liggen. En voel je hele lichaam. En wees je bewust van de ruimte waarin jij je bevindt. En wellicht hoor je geluiden bij mij of bij jou. Die geluiden die hoeven niet weg. Laat de geluiden maar wat naar de achtergrond vervagen. Door je aandacht naar binnen te keren. Op jouw manier. En het helpt om je aandacht eerst te richten op je ademhaling. Neem eerst de ademhaling alleen maar waar. Voel hoe de lucht via je neus of via je mond je lichaam instroomt. En voel de temperatuur van de lucht die je inademt. En voel de temperatuur van je adem als je uitademt. De inademing voelt koeler. De uitademing voelt warmer.
Laat je ademhaling een natuurlijke ritme vinden. Een ritme dat nu bij je past. En wellicht vertraagt je ademhaling doordat je hier nu op let. Dat is helemaal oké. Als je ademhaling tot rust komt, komt je lichaam tot rust. En wellicht komen ook je gedachten tot rust. En als je merkt dat je juist veel met je gedachten bezig bent, dan compassie met jezelf. We hebben nu eenmaal 120.000 gedachten op een dag. De gedachten zelf zijn niet het probleem. Het gaat om wat jij met die gedachten doet. En als je in één gedachte vastzit, dan ga je piekeren, herhalen, je zorgen maken. En dat is niet effectief. Op het moment dat je merkt dat je met één gedachte bezig bent, dan keer je terug naar je ademhaling. En wees de observator van je gedachten. Zie je gedachten als wolken aan een blauwe hemel. Ze komen ergens je hoofd binnendrijven, verduisteren soms de zon die jij werkelijk bent. Ze drijven ook weer weg. En kijk maar naar je gedachten, alsof het wolken aan de blauwe hemel zijn. Jij bent de zon, jij bent de blauwe hemel, die er altijd is. En zo word je langzaam meester over je gedachten. Niet door geen gedachten meer te hebben, maar door zelf heel bewust te kiezen welke gedachten jij aandacht geeft en welke niet. En kies steeds heel bewust voor positieve gedachten met een hoge trillingsfrequentie. Het is de keuze die jij maakt. En mediteren helpt jou om meester te worden over jouw gedachten. En in deze meditatie gaan we daarmee oefenen. Ik noem straks lichaamsdelen op. En dan ga je daar heel bewust met je gedachten naartoe. En als het helpt, neem je de adem mee. Door je hart en adem uit door je hart en ontspan je lichaam nog wat dieper, nog wat meer. En dan ga je met je aandacht
naar je teen. Voel heel bewust je tenen en stuur je gedachten naar je tenen toe. En dan ga je met je gedachten naar je hele voet, je linkervoet en je rechtervoet. Voel je beide voeten tegelijkertijd. Geef jouw voeten jouw onverdeelde aandacht. En ontspan je voeten. En als er een oordeel over je voeten voorbij komt, dan laat je die gaan. Je bedankt je voeten omdat ze jou overal naartoe brengen en jou stevig op de grond laten staan. En als je minder positieve gedachten over je voeten hebt gehad, om welke reden dan ook, vergeef jezelf. En besluit nu om je voeten dankbaar te zijn. Omdat ze jou overal naartoe brengen en jou stevig op de aarde laten staan. En dan ga je met je aandacht naar je been. Voel eerst je rechterbeen, je onderbeen, je knie, je bovenbeen. En dan voel je je hele rechterbeen. En dan ga je naar je linkerbeen. Voel je linker onderbeen, je linker knie. Je linker bovenbeen. En voel dan je hele linkerbeen. En voel dan je linker en je rechterbeen tegelijkertijd. Ontspan je linker en je rechterbeen. Ze mogen er helemaal zijn. En bedank je benen, omdat ze jou overal naartoe brengen. Jou laten bewegen. En als je minder positieve gedachten over je benen hebt of hebt gehad, vergeef jezelf. En kies bewust voor positieve gedachten over jouw been. En je begint met dankbaarheid, omdat ze jou overal naartoe brengen. En dan ga je met je aandacht naar je onderlichaam. Geef aandacht aan je billen, je bekkenbodem, je genitaliën, je anus. Je geslachtsorganen. Je buik en je darmen, je nieren. Voel je
je spieren. Voel je onderlichaam. En ontspan je onderlichaam. Je maag, je buik, je onderrug. En verwelkom je onderlichaam. De functies, de lichaamsfuncties, die het jou mogelijk maken om te bestaan, zonder dat je daar aandacht aan hoeft te geven. Voor de gevoelens die je hebt, zodat je het leven ervaart. Als je minder positieve gedachten hebt gehad of hebt over je onderlichaam, vergeef jezelf daarvoor. Vaak zijn ze ontstaan door meningen van buitenaf. Bedank je onderlichaam voor het werk wat hij voor je doet. En kies bewust voor positieve gedachten over je onderlichaam, ook al is het er maar één. Richt je aandacht daarop. En dan verplaats je je aandacht naar je bovenlichaam. En voel heel bewust je schouderbladen, je ruggengraat, je longen, je hart, de thymusklier. Voel je schouders, je bovenarmen, je ellebogen, je onderarmen, je polsen en je handen, je borstkas, je ribbenkas. En voel je hele bovenlichaam. En wat doet het bovenlichaam voor jou? Welke betekenis heeft jouw bovenlichaam in jouw leven? En wees daar dankbaar voor. Zeg dankjewel. Tegen je bovenlichaam, je armen, je handen, je hart, je longen. Dank je wel. Zonder jullie kan ik niet leven. Zonder mijn handen en mijn armen kan ik niks maken. Zonder longen kan ik niet ademen. Zonder hart kan ik niet leven. Adem helemaal in je bovenlichaam. En als je minder positieve gedachten hebt gehad of hebt over je bovenlichaam, kies dan nu heel bewust voor een positieve gedachte over je bovenlichaam. Waar ben je dankbaar voor? En vergeef jezelf voor alle negatieve gedachten die je hebt gehad over je bovenlichaam.
Vanaf nu kies je voor iets anders. Namelijk positieve gedachten over je bovenlichaam. En dan ga je met je aandacht naar je hals, je keel, je kaken, je tanden, je wangen, je ogen, je oren, je voorhoofd, de bovenkant van je hoofd, de achterkant van je hoofd. En voel het hele gebied, je nekwervel, je schedel, je hersenen. Je hele brein. De pijnappelklier, de hypofyse. En zeg dankjewel. Voor je stem, dat je kunt praten en jou kunt uitspreken. Voor je neus, voor alle geuren die je ruikt. Dankjewel tegen je ogen, dat ze jou van alles laten zien. En dankjewel tegen je hersenen en je brein, omdat die zo goed kunnen organiseren en plannen. En analyseren. En wellicht zijn er nog meer dingen waar jij dankbaar voor kunt zijn. Nu je daar even bij stilstaat. En vergeef jezelf voor elke negatieve gedachte die jij hierover hebt gehad of nog hebt. Want deze gedachten zijn meestal ontstaan door invloeden van buitenaf. En denk tenminste één positieve gedachte over het gebied waar nu je aandacht. En voel dan weer je hele lichaam. Wees dankbaar voor je hele lichaam. En zeg sorry tegen je lichaam voor alle keren dat je je lichaam niet goed hebt behandeld. Vergeef jezelf, omdat deze gedachten over je lichaam zomaar binnenkomen, onder invloed, vaak onder invloed van anderen. En je besluit om dat niet meer te doen. En heel bewust te kiezen voor positieve gedachten over je lichaam. En je aandacht te richten. Op wat je lichaam voor jou doet. Het is de voertuig van jouw ziel. Jouw lichaam is de driedimensionale uitdrukking van jouw ziel. Het thema van vanavond is vergeven. Betekent dat je bereid bent je pijn los te laten. En welke pijn die nog opgeslagen ligt,
wat in jouw lichaam mag je nu loslaten? Wat is niet meer nodig? Wat mag je achter je laten om je lichaam te bevrijden van de pijn die in het verleden ligt? Als je een plek voelt in je lichaam waar die pijn zit, adem daar met liefdevolle vriendelijkheid naartoe. En vergeef jezelf dat je dit jezelf hebt aangedaan. En zeg tegen dat gebied in je lichaam: je bent vrij. Het ligt achter je. Ik heb hier ook veel van geleerd. En voel maar welke kracht tevoorschijn komt van dit stuk uit je verleden. Welke kracht heeft deze pijn jou gegeven? Welke kracht komt nu vrij, nu jij je pijn achter je mag laten? En voel die kracht door alle cellen van je lichaam stromen. En adem heel diep in door je hart. En uit door je hart. En voel die kracht die vrijkomt. Die nu beschikbaar is voor jouw toekomst. En dan mag je weer contact maken met je lichaam. De ruimte waarin jij bent. En je mag je wat rekken en strekken en wat bewegen. En als je zover bent, dan doe je je ogen weer open. En kom je weer terug in je dagelijks bewustzijn. Dit was de meditatie van vanavond. Ik hoop dat deze meditatie jullie kracht geeft. En het is wel mooi, dat kwam in de meditatie heel erg naar voren. En dat was ik volgens mij vergeten te vertellen aan het begin. Vergeven begint eigenlijk eerst met jezelf vergeven. Voor wat je jezelf allemaal hebt aangedaan. Dat is eigenlijk een hele belangrijke stap. En dat doe je omdat je van jezelf houdt en omdat jij het verdient. En dan gaat je trillingsfrequentie omhoog. En dan is er ook meer ruimte om het leven te leven wat jij wilt leven. En om geluk en overvloed naar je toe te trekken. Nou, ik hoop dat deze meditatie jou in je kracht heeft gezet. Ik zou het leuk vinden als je een duim omhoog doet of een hartje laat verschijnen. Zet in de chat wat je meeneemt na de meditatie, want ik vind het heel erg leuk om de chat na die tijd nog even te lezen. En ik zie jullie heel graag vrijdag weer. Dan geef ik weer een live meditatiesessie. En ik hoop dat jullie er allemaal weer zijn. En wil jij van mediteren een gewoonte maken, dan heb ik nu ook een heel mooi aanbod voor je. Ik heb een prachtig meditatiejaarprogramma met 52 korte meditaties voor elke week één van slechts 7 minuten. En die heb ik ontwikkeld om jou te helpen van mediteren een gewoonte te maken. En die heb ik nu in deze periode voor 60% korting. Dus je betaalt nu geen €197 voor het hele programma, maar slechts 75. En je krijgt dan elke week een meditatie en een verdiepingsles, zodat je je bewuste en je onbewuste tegelijkertijd traint.
een meditatie voor je onbewuste, maar je bewuste wil het ook graag snappen en begrijpen. Dus het is een hele unieke combinatie van trainingslessen, verdiepingslessen en een korte meditatie. En het helpt jou echt om van mediteren een gewoonte te maken, want het is juist nu heel erg belangrijk om je trillingsfrequentie hoog te houden. En mediteren helpt je daar echt bij. Ik hoop jullie vrijdag weer te zien. Ik wens jullie een hele goede week. En tot vrijdag!